Welkom bij GTA 3. En deze game is inmiddels 21 jaar oud. Het is echt bizar als je erbij stilstaat. En het klopt ook niet helemaal, want dit is de remake. De original is 21 jaar oud. Al moet ik zeggen, de remake ziet er niet heel veel beter uit. Dat is één ding. Maar ja, ik dacht, weet je wat? Het is misschien wel leuk om deze game een keer te spelen. Ik heb hem nooit gespeeld. Ik heb hem al een jaar. En dat komt, ik had die remake bundle had ik gekocht. Dat is de Definitive Edition. Dat is dan voor GTA 3, Vice City en San Andreas. En 3 heb ik nooit gespeeld. Of in ieder geval de remake. Dus ja, we gaan daar vandaag een beetje rondrijden. Misschien wel leuk voor de mensen die hem niet kennen. Gewoon eens om te zien waar het allemaal eigenlijk een beetje mee is begonnen. Want dit is natuurlijk niet de eerste GTA. Maar dit is wel de eerste 3D GTA. Want al die games hiervoor waren van bovenaf. En dat leek niks op de games die we nu spelen. En dit daarentegen lijkt er best wel veel op. Dus ja, het is wel lachen om een beetje rond te rijden. Een beetje te zien waar het allemaal vandaan komt. En deze game speelt zich af in Liberty City. Dus dezelfde stad als GTA 4. Kijk, weet je wat het ding is? De Definitive Edition, oftewel die remake, staat er een beetje onbekend die scuffed is. Dus ik weet niet in hoeverre de original ook zo scuffed was. Want ik heb hem gespeeld, maar ik kan me er eigenlijk niet veel meer van herinneren. Ik heb wel geld nodig om hier volgens mij gunst te kopen, want hier hebben we een gunstore. Hallo! Out of stock. Wait, dat is allebei out of stock. Ik mag niet eens gunst kopen. Hij heeft een Rockstar t-shirt, zie je dat? Maar ja, we moeten dus een andere manier vinden om aan gunst te komen. Dat moet wel goed komen, die kun je sowieso gewoon vinden. Of we rijden gewoon wat criminelen aan, of politieagenten. Of misschien een oh, dat was een... Ah! Officer! Officer! Daar is een agent, wacht. Oppassen dat ik me niet arresteert. Ik moet hem aanrijden. We hebben in ieder geval een gun. Bonk. 2 sterren politie. Volgens mij heb je in deze game ook het leger wat achter je aankomt. Dan heb je in GTA 5 niet meer. Dat is een beetje raar dat ze dat hebben weggehaald. Volgens mij is dat hier wel. We kunnen zo meteen kijken bij die legerbasis. Maar ik wil over het algemeen gewoon lekker een beetje rondhangen. Een beetje weer... Ja, ik weet niet. Dit wordt zo nostalgisch. Ik heb GTA 3 gespeeld toen het uitkwam. Maar niet heel veel. Want een neef van mij had hem. Trouwens, niet toen het uitkwam. Want hij had ook Vice City. En toen kon ik dus kiezen of ik speelde GTA 3 of ik speelde Vice City. Dan speelde ik Vice City. Dus GTA 3 heb ik niet heel veel aangeraakt. Dus dat is een jaar later geweest. Want die kwam uit in 2002. Maar ik heb wel de original een tijdje later. Op de PlayStation... Was dat de 3? Met de PlayStation 3 heb ik die gespeeld. Ik heb het ook nog eens een keer gestreamd op Twitch. Dat is denk ik alweer een jaar of 2 geleden. Oeh, die Hummer is dik. Die Hummer is dik. Die wil ik... Ah! Ik wil die Hummer hebben! Ik weet niet of je me zag. Dat ding is sick. Kijk dan. Ik moet er de glas heen. Moet ik schieten? Kan ik door de deur? Is de deur open? De deur is niet open. Maat! Yes! We hebben weer een pakketje. Hell yeah. We hebben in ieder geval een Hummer. Hij moet dus snel op zoek naar wapens. Wat is een plek waar ze wapens zullen verstoppen? Ik weet één plek. Dat is volgens mij linksboven ergens. Dat is een huis van een of andere drug lord. En ik zou willen zeggen dat daar wel wapens moeten liggen. Dat is hier. Het geluid van die ijskoelkar ook, jongen. Maar hier zouden wel wapens moeten liggen, zou je zeggen, right? Er ligt wel een pakketje. Een pakketje! Come on, dude. Je kan me niet vertellen dat die geen wapens zijn. Beetje leuk dat we niks kunnen kopen, nou. Waar staan die agenten ineens heen? Wait. Ik ben benieuwd of ze dat hier ook in hebben zitten. Hebben we nou een shotgun? Het feit dat er al in staat in GTA 3 is best wel sick. Als je politieauto steelt, dat er shotguns in liggen. Bonk! There we go, boys! Ammo! Yes! Ik hoor een helikopter. We hebben nou 4 sterren politie. Een gigantisch traag, merk ik wel. Kijk hoe laag die alien hangt. Maar nogmaals, 21 jaar geleden, jongens. Dat is echt bizar. Er zijn een hele hoop mensen hier die geen 21 zijn. Dat durf ik te garanderen. Daar is niks mis mee. Maar het idee is dat we hier een game hebben die gewoon ouder is dan de meeste kijkers. Is wel, toch gek. We hebben health. Zal hier een gun liggen? Oh, dit is wel echt een sneaky plekje, man. Ik kan hier alleen niet eens door. Kom maar.
Heb ik echt de breedste auto gekozen die er is. Wee. Oh no. Nee. Oh. Oké, shit. Daar ging mijn geweldig mooi... Ah! Oh, Jesus! Run! Ah, nee! Oh no, ik ga eraan. Ik ben al bijna dood in de explosie. Get in the car! Oh, no. Ik heb net die helft gepakt. Die had ik nou kunnen gebruiken. Ja, we kunnen even op zoek gaan naar die legerbasis. Oh, wacht. Hier is het ziekenhuis. Hey. Big brain. There we go. En weer 100 health. Genius. Goddamn genius. Explosies. Oké, waar is de legerbasis? Laat mij eventjes denken. Volgens mij kan ik er helemaal niet bij. Want je hebt 3 verschillende eilanden. En als je de game niet uitspeelt, dan kun je alleen nog maar bij het eerste eiland rondrijden. En naarmate je verder komt, een lukt het tweede en het derde. En gezien het feit dat dit een nieuwe save is, geloof ik niet dat wij bij de legerbasis kunnen. Volgens mij is de legerbasis letterlijk hier ergens, bij dat vliegveld. Of het is daar rechtsboven. Dat lijkt ook wel een beetje... een legerbasis. Rij er eens even naar boven. Kan ik een marker plaatsen? Ik heb geen idee. Er gebeurt niks. Deze stad lijkt echt niks op Liberty City. Gewoon helemaal niks. Het is ook wel bizar om na te gaan dat ze in die tijd, toen deze game uitkwam, toen hebben ze gewoon 3 jaar op rij... Oh, shit! Oh! Heb je mij? Ze hebben gewoon 3 jaar op rij een gloednieuwe game gereleased. Dus in het begin... Oh, wacht. Kill Frenzy. Pak. Kijk daar een gun van. Yes! Rampage! We gaan een shotgun. Kwaal ik er alleen. Maar ze hebben toen gewoon 3 jaar op rij... hebben ze een waanzinnige game gereleased. Dus als eerste deze. Nou ja, achteraf gezien misschien niet de meest fantastische game. Maar wel veel voortgebracht. Daarna komt Vice City. Waanzinnig. Daarna kreeg je San Andreas. Gewoon 3 jaar op rij. Ik moet 18 mensen afknallen. Oeh. Met politie. Nee! No. Ik had die Kill Frenzy waarschijnlijk niet moeten doen met 4 sterren politie. Weet je wat? Die waarschijnlijk is gegarandeerd. Had ik niet moeten doen. Oh. Politieauto terug in de fik. Put your hands in the air right now. Ik moet 18 mensen afknallen. Dat gaat niet lukken in 1 minuut tijd. Er is hier niemand. Behalve politie. Hallo. Wat? Ah. Maat. No. Ja, ik kan je wel 1 ding vertellen. De politie in deze remake is een stuk slechter dan in de original. In de original heb je geen kans, jongen. Je wordt echt helemaal aangepakt. Ze zullen alsnog wel doodgaan. We hebben geen health, we hebben geen body armor, we hebben niks. Maar ik had het anders nooit zo lang overleefd. Wee! Oh, shit! Oh, nee! Ik moet eruit, die ding gaat te ploffen. Run! Ik kan ook mijn wapens niet wisselen, want we zitten nog in die kill frenzy. Maar die stopt nou, dus dan kan ik weer rennen. Dank je. Nou ja, rennen. Ik kan alsnog niet rennen. Nou wel, soort van. Oké, we waren onderweg naar... volgens mij rechtsboven de map. Kijken of daar een legerbasis zat. Wat heb je al? I need help! Ik ga er sowieso voor zorgen dat we zo meteen 6 sterren politie krijgen. Dan kan je tenminste het leger zien. Maar we kunnen dan niet die auto's hijacken. En dat is eigenlijk wel iets wat ik wil doen. Ik wil zelf een tank. Oh, what the fuck? Wat deed die auto? Oh, kijk, waar we nou zijn is letterlijk waar we die Hummer hadden gestolen. Daaronder in de map. Ik had gehoopt dat er legerbazen zijn. Maar het is wel een beetje lastig dat we hier nou niet weg kunnen. Ik kan even kijken of wij kunnen oversteken. Maar ik ben er vrij zeker van dat inderdaad deze brug... die blaas je op volgens mij in het begin van de campaign. Even 1 rijden. Dat is wat ze eigenlijk altijd bij al die oude GTA games deden. Dan kon je altijd maar in het begin 1 deel verkennen. Kunnen wij oversteken? De hand is een dikke vette nee. Kijk, warning. Close to traffic. Oh, Jesus. Hoe komen zij er vandaan dan? Als het afgesloten is. Leg dat... Ah!
Echt, dat is haar fijn uit. Die ene contact is zo laag. Oh! Oké, okay, maatje. Ik ga blijkbaar weer... Terug! Draai! 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 Oké, okay, dit ding draait niet meer. We moeten over op zwaarder geschut. Mijn shotgun. Ik moet eigenlijk iets hebben waarmee ik wat meer range heb, want... Mijn gun is leeg! Oh! Shoot him! Hij is niet dood. Maatje. Thank you. En mijn shotgun is leeg. Ik moet eigenlijk een M4 zien te krijgen. En die krijg je als je militairen killt. Maar ja, de kans dat ik die kill is natuurlijk niet heel groot. Maar ja, we zitten nou een beetje vast op dit deel. Zouden... Oh, we kunnen met die metro. Hallo! Zo. Met de metro. Kan je dit daadwerkelijk nemen? You can ride the L-train. De L-train, oké. Okay. Ah! Ga weg, mevrouw! Ah! No! Oh, no. Als er nou een trein aankomt, ben ik verdoemd. Dat aimen is ook niet heel makkelijk, kan ik je vertellen. Ah! No! Ik zit vast! Ik heb 30 geld. Clip! Yes! Waar is de L-train? Daar is de L-train! Let me in! Yes! Rijdt hij aan, hallo? Ga! Hij rijdt... Hij heeft me nou verteld dat hij niet aanrijdt. I'm out here, bitches! Is dit de beste manier om de politie kwijt te raken? Gaan we de politie kwijt raken? Je ziet het na de reclame. Het is wel vet dat dit gewoon werkt. Dat je gewoon daadwerkelijk in zijn tram kan stappen. En ik zie geen politie rijden, dus iets zeggen we dat dit daadwerkelijk werkt. Oh, ik hoor hem al. Daar vliegt hij al. Oh, no. We zijn er niet bevrijd. We zijn ze al. God damn it! My genius plan. Alleen moet ik nou weer instappen en dan weer wegrijden. Ja, we hebben hier geen auto. Dat is een probleem. Nou ja, de politie komt de auto brengen. Hallo, officer! Oh, een taxi, de taxi, de taxi! Oh no, ik word graag zitten. I'm out of here! Het is gewoon raar dat ik geen guns kan vinden. Ik zou zweren dat er hier guns verspreid liggen overal. Volgens mij is dat bij al die oude GTA games. Hoe kan het zijn dat ik die gewoon niet vind? Oh. Er rijdt water in. Pannenkoek. Oké, we gaan de boot op. Wat kan er fout? Godsamme. Stop met duwen. Stop. Dit blitje is annoying. Yes. Ik weet niet hoe dit werkt. Moet ik een kraan voorstellen? Dat ding is raar. Ik vind het moeilijk te geloven dat hier gewoon helemaal niks is. Like, hoe is dat mogelijk, maat? Zo'n grote boot. Dat is echt een plek voor items. Ik zou bijna willen zeggen dat die nou nog niet inspawnen. Omdat we... Oh shit, I'm dead. Ah! Ik zag niet dat de auto in de fik stond. Ah! No! Weet je wat? Ik heb een toffe challenge in gedachten. Wat we gaan doen is... We gaan zo snel mogelijk 6 sterren zien te halen. En daarna ga ik proberen om die 6 sterren kwijt te raken. En dat klinkt misschien vrij lastig, maar er zijn manieren. Want je kan overal die politiesterren oppakken. En op die manier kan je ze dan weer kwijtraken. En dan met drugs. En gedaan! Maar dat is onze planning. We gaan gewoon zo snel mogelijk, hartstikke idee, hel veroorzaken. En dan proberen om dat weer kwijt te raken. Wat lastig genoeg gaat zijn. Het kan niet lang meer duren voor 4 sterren, right? Come on, geef mij 4 sterren. Yeah, there we go, 4 sterren. Dan krijgen we ook van die speciale eenheid. Auto's. Ik heb ze nog helemaal niet zien uitstappen, die agent. Dat is een beetje raar. Want dat zou op zich wel gunstig kunnen zijn. Hier heb je de busjes. Waar zijn ze? Oh, daar zijn ze. Want hebben die geen M4's? Ik zou willen zeggen van wel. Misschien dat we die kunnen aanrijden. Dan kunnen we hun wapens stelen. Oh. Dat is een Uzi. Get in the car! Oké, okay, we hebben een Uzi. Met 25 kogels. Die zullen snel zat opgaan. Oh, epic stun jump. Hoera. Nee, ik pak een politiester. Oh, ik mis hem. Nice. Ik heb wel geld. Oh, ik moet uitstappen.
Oké. Gunstig. Stop de instant. Ander. Aboom. Voordeel is wel, de politie kan mij waarschijnlijk niet raken. Ik weet niet of ik iedereen kan schieten. Ik denk het niet, want dit is glas, blijkbaar. Oh, de chopper. Waar is de chopper? Kan ik die eruit schieten, denk je? Ik zie niet eens iemand. Er zit niemand in. Er zit niemand in. Ik kan er niemand uitschieten. Oké. Okay. Een kostbare ammo. Oh. Nice. Alright. Oké. Okay. Mijn gun is al leeg. Nou, dat was heel nuttig. Hoe lang moet het duren voordat wij die 6 sterren gaan halen? Je zegt dat het niet heel lang moet duren. Vooral is je... Oh! Oké, ik word gewoon vol aangereden. Nee. Dan moet ik rennen. Please! No! Ik ben dood. Er is niks wat ik kan doen. Maat! Man! We proberen het nog één keer. Oh, wacht. Dit is perfect. Recht voor de politie uit. Stap ze uit. Zet ik hem eens achteruit. Bla! En trek me uit de auto. Oké, nou, interesting. Nou, we hebben in ieder geval nog een shotgun. Bonk. Nou, ik wil eens kijken. 6 sterren politie. En dan ontsnappen. Dat zou sowieso moeten lukken. Oh, backflip. Ja! Oké, deze gaat ook alweer ontploffen. Godsamme! Oké, we hebben een probleem. Houston, we've got a problem. You can't make this shit up. You can't make this shit up. Come on, man. Come on. Weet je wat, jongens? Ik denk dat ik het opgeef. Ik ga snappen. En dan is het klaar. Het moet niet heel lang duren. Hier liggen volgens mij overal sterren. Als ik ze nou weet te vinden. Net kwam ik ze allemaal tegen. Dat ik ze niet mocht hebben. Weet je, ik kan ook iets anders doen. Ook een slimme zet. Kijk. We kunnen naar de pay and spray. Yeah. Dan geven we de auto gewoon een ander kleurtje en dan herkennen ze ons niet meer. Is genius. Kijk. We zien ons gewoon naar binnen rijden. Dat maakt allemaal niks uit. Dit werkt wel. Maar ja, ik ga in ieder geval gewoon de video beëindigen. We hebben volgens mij een flinke poging gedaan. Ik vind het nog steeds bizar. Dat 6 sterren politie halen gewoon niet is gelukt. Maar ik vind het ook raar dat ik nergens wapens kan vinden. Ik ben er vrij zeker van dat die er moeten zijn. Misschien dat die pas later inspawnen. I don't know. Maar hey, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video over GTA 3. Voor de mensen die het nog niet kennen. Misschien wel leuk om een keer te zien natuurlijk. En misschien hebben we ooit nog een keer een poging wagen. Wil je dat zien? Laat het achter in de comments. Voor de rest drop een like, abonneer voor meer. Klik op de bel. En hoop tot te snel. Houdoe!